Ik ben vandaag toezichthouder bij de gemeente, samen met... Ikou, jij bent hier toezichthouder. Wat houdt het nou precies in? Ik hou toezicht op civiel-technische werken, dus, dus asfalt, riolering, straatwerk, parkaanleg. Waar let jij nou op als je hier aankomt? Is de werksituatie veilig? Zowel voor de werknemers als voor de bewoners. Ik let op de planning, de voortgang, kwaliteit. Ja, dus eigenlijk op alles. Eigenlijk op alles. Ja. Ja. Oké, we zijn aangekomen bij winkelcentrum Sterhof. Ja, een van mijn taken is om te zorgen dat de Arbo-richtlijnen nageleefd worden. En het lijkt mij leuk dat jij bijvoorbeeld een stukje straatwerk aan gaat leggen. Om eens te ervaren hoe dat nou is. Dus je gaat mij echt flink aan het werk zetten. Ja, jij moet even weten vandaag. Ja, dat wordt natuurlijk helemaal niks, hè, dit. Dat kan ik wel zien. Ik zou in eerste instantie aan jou vragen om mij de stenen aan te geven. En dan ga ik op mijn knieën zitten. Ja. En dan zorg ik dat de stenen er netjes in komen. Zie je, dat heeft de minste belasting voor mijn rug. En ik leg de stenen erin. Zie je, dat gaat veel sneller. Aan het einde van de dag gaan we nog een keer naar een ander werk. En een van jouw taken is om dan te letten op de werkhouding, de Arbo-richtlijnen. Voor de jongens die daar dan aan het werk zijn. Oké. Hey, hoe ben je erop gekomen om toezichthouder te worden? Ik heb hetzelfde werk gedaan als die jongens. Ja, dat dacht ik al. Een beetje de manier van communiceren merk je dat ook wel. Ja, ik vind dit de helden van de straat. Als het -5 vriest, dan staan die mannen ook gewoon hun werk te doen. En nu staan we in 32 graden. Die mannen die gaan gewoon door. Ik ben natuurlijk als toezichthouder verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers. Ik ga even zonnebrand aanbrengen. Let jullie nou veel op de Arbowet als je nou zo aan het werk bent? Zagen met water. En wel goed insmeren, hè? Ja, ook. Ja. Dus je moet echt beslissingen durven nemen. Je moet heel deskundig zijn natuurlijk. Ja. Je moet kunnen plannen, je moet resultaatgericht zijn, je moet snel kunnen handelen. Oké, Lonneke, we hebben de hele dag ben jij meegelopen met mijn jobje, zeg maar. Beoordeel nou eens, wat zie jij hier? De ontblote mannen. Dat vind ik een pluspunt. Dat vind ik iets minder dan. Ze drinken goed, er zijn een hoop flesjes leeg. Nou, hij zit mooi op zijn knieën. Met kniebeschermers aan. Heel goed. We hebben daar een school. Dus ik zou zeggen tegen de aannemer, joh. Zet wat af. Zet even extra neer. Joh, let op, kinderen oversteken. Is het mogelijk dat er iets meer veiligheidsborden neergezet worden? Geen probleem. Top. Ja? Thanks. Goed. Ik voel me dan wel een beetje zo'n kleine opdonder die iedereen zo gaat bed weten. Ja, die moet alles weten en alles vertellen en aansturen. Ja, hé, dankjewel voor vandaag. Goed. Graag gedaan, hoor.